Goedemiddag, welkom bij deze infovideo over de Digitale Open Bedrijvendag 2021. Om te beginnen gaan we even kijken naar een korte impressie wat we dit jaar precies gaan doen. Het is belangrijk om zichtbaar te zijn, juist nu, om te laten zien wat je doet en vooral ook hoe je het doet. Trek toekomstige klanten en personeel aan. Help scholieren hun beroepskeuze te maken. Wees zichtbaar met jouw verhaal. Doe mee aan de Digitale Open Bedrijvendag. Iedereen met een internetverbinding kan jouw bedrijf komen bekijken. En het mooie is, wij doen alle promotie. Denk aan reclameborden, spandoeken, posters, social media acties. En we maken een speciale Open Bedrijvendagkrant die met meer dan 70.000 mensen op de mat valt. Oh ja, en als kick-off evenement organiseren we ook nog de keigezellige camperquiz. We zullen niet te missen zijn. Dit jaar gaan we digitaal met de Open Bedrijvendag. Dat gaan we doen door middel van virtuele tours. We geven iedereen een kijkje binnen jouw bedrijf. Het aantal is grenzeloos. Bex4Uur doet mee aan dit initiatief omdat wij trots zijn op het bedrijf en jullie graag willen laten zien wat er bij ons allemaal achter de schermen gebeurt. Hiermee kunnen we digitaal laten zien aan potentiële medewerkers en klanten wat wij allemaal doen en welke competenties wij allemaal in huis hebben. Graag steunen wij dit lokale initiatief. Arlies is een typisch campisch bedrijf met heel veel collega's uit de regio. En de Open Bedrijvendag geeft dus eigenlijk de mogelijkheid om vrienden, familie en werkzoekenden een kijkje te geven in ons bedrijf. Dat is ook de reden dat we hier aan meedoen. Dit jaar iets anders met de online editie, maar juist in deze tijd extra leuk om een kijkje te kunnen geven in het bedrijf en het Alias DNA te kunnen delen. Zoals je kan zien doen er al veel toffe bedrijven mee aan de Open Bedrijvendag. Doe jij ook mee? De afgelopen 2 jaar hebben we natuurlijk de Open Bedrijvendag georganiseerd. Dit naar tevredenheid van veel bedrijven die hebben deelgenomen. Ook dit jaar hadden wij het plan om die Open Bedrijvendag te organiseren, maar helaas heeft corona ons gedwongen om eventjes op een andere manier te denken en iets anders op te tuigen. We zijn tot iets heel leuks gekomen, de Digitale Open Bedrijvendag. De doelstelling is het volgende. We willen bedrijven uit de regio de Kempen een permanente boost geven van hun online zichtbaarheid en vindbaarheid. En permanent, dat bedoel ik mee, 365 dagen lang. Nou, hoe gaan we dat nou doen? We gaan virtuele tours maken op basis van 360 graden fotografie. Hoe precies, kom ik dadelijk op terug. Die virtuele tours gaan we verzamelen op een platform, openbedrijvendag.nl. Daar zullen alle deelnemers te vinden zijn en daar kunnen bezoekers heel makkelijk in de tour en informatie vinden over het desbetreffende bedrijf. Openbedrijvendag.nl, daar gaat een grote kick-off voor komen. 27 maart, dan gaan we zorgen dat alle deelnemers virtueel aanwezig zijn om mensen live rond te leiden door hun virtuele tour. En daar gaan we ook heel veel herrie voor maken. En daar kom ik dadelijk even op terug. En uiteindelijk hebben we dan nog 26 maart. En 26 maart, 's avonds, vrijdagavond, gaan wij de gezellige camperquiz organiseren. En met die camperquiz gaan we ook weer aandacht vragen voor die Open Bedrijvendag die de dag erop plaatsvindt. Virtuele tours, wat zijn dat nou? Een virtuele tour is een verzameling van een aantal foto's die met 360 graden fotografie zijn gemaakt. Als je die aan elkaar koppelt, krijg je een tour. Hetzelfde zoals je navigeert door Google Maps, zo navigeer je door jouw bedrijf. Op die tour wordt een extra laag aangebracht, de digitale showroom. De digitale showroom geeft die tour een menustructuur, zodat je ook via het menu rechtstreeks kunt navigeren naar punten in de tour. Maar die digitale showroom maakt het ook mogelijk om in de tour bepaalde content buttons, hotspots noemen we die, toe te voegen, waarop je kunt klikken en daardoor meer informatie krijgt over hetgeen wat je ziet. Je kunt dan denken aan een video waar je bijvoorbeeld een foto van een machine ziet en in die video ziet hoe die machine werkt. Je kunt denken aan foto, platte tekst, PDF, URL, alles kan achter die hotspot om de bezoeker te informeren van wat hij ziet. De mensen die dit maken, die zijn van IM360. Dat is onze partner in deze. Die zijn Google geaccrediteerd. Dat wil zeggen, Google stelt hoge kwaliteitseisen aan zijn tour. Zij voldoen daaraan en daarom mogen zij die tour ook toevoegen aan jouw Google bedrijfspagina. En dat is een heel belangrijk aspect in dit geheel. Waarom?
Dat gaat ervoor zorgen dat jouw vindbaarheid online toeneemt. Google vindt het namelijk heel fijn als jouw bedrijfspagina compleet is. En hoe completer jouw bedrijfspagina, hoe hoger jij geïndexeerd gaat worden. En dus meer zoekresultaten. Van alle tours die IM360 gemaakt heeft tot op heden, zijn er minimaal 10.000 hits op jaarbasis bijgekomen dankzij die tour. Nou, dat is wel wat waard, toch? We gaan nu kijken naar een voorbeeldtour. Van onze tour. Wil je die tour nu even op je gemak bekijken? Ga dan naar openbedrijvendag.nl. Op de homepagina zie je hem eigenlijk direct staan en kun je vanaf daar jezelf door de tour heen navigeren. Wat zijn nou de voordelen van zo'n virtuele tour? Nou, een van de voordelen heb ik net al benoemd. Je vindbaarheid via Google. Online is ongelooflijk belangrijk, maar het is nog het allerbelangrijkste dat hetgene wat je deelt online ook gevonden wordt. Dus daarvoor moet je vindbaar zijn en zichtbaar zijn. En door deze tour te maken, word je via Google in ieder geval al heel vindbaar. Voor de beeldvorming van je wervingstraject is dit ook heel waardevol. Stel, iemand solliciteert bij jou op een vacature en je kunt deze tour achter de sollicitatie hangen, of je kunt die toesturen naar iemand die je geïnteresseerd is, dan kun je al direct een goed beeldvorming geven van hoe het er bij jou uitziet, hoe het er bij jou aan toe gaat, hoe die omgeving eruit ziet. En dat helpt echt bij het converteren naar goede sollicitaties. Een imagoboost van je bedrijf. Als je zo'n tour hebt, dan kun je iedereen, dus niet alleen potentiële werknemers, maar ook potentiële klanten en ook gewoon het grote publiek, mensen die over jouw bedrijf gaan praten, informeren en laten zien wat voor gave dingen jij doet achter de deur. En als laatste, verkoop jij nu aan de consument rechtstreeks, dan kun je deze tour gebruiken als conversie richting jouw online verkoop. Dus mensen gaan op Google kijken, hé, waar zit die? Vervolgens kunnen ze eigenlijk al direct in jouw winkel. En middels de hotspots kun je, poef, meteen doorklikken naar jouw producten die online staan en zo je verkoop boosten. Dan heb je de tour. Wat gaan we dan met die tour doen? Die tour die gaan we op openbedrijvendag.nl zetten. Alle deelnemers krijgen op openbedrijvendag.nl een eigen deelnemerspagina. Op die pagina kun je jouw gegevens invullen van jouw bedrijf. Heb je de mogelijkheid om tekst, video en foto toe te voegen, zodat jouw bedrijfspagina compleet is en super dynamisch. Op die bedrijfspagina komt dan ook de virtuele tour. Dus komen straks bezoekers naar openbedrijvendag.nl, kunnen ze jou als bedrijf zien of zoeken, klikken ze door, zien ze alles wat ze moeten weten van jou als bedrijf en kunnen ze uiteindelijk ook in die tour. Er zullen ook buttons zijn om contact op te nemen en buttons naar onze vacaturesite waar jouw vacature staat. En ook vanuit onze vacaturesite zullen we de link maken naar die open bedrijfdagsite. Zo haal je optimaal resultaat uit jouw deelname. ...27 maart dan is het kick-off event. En op die dag willen we dat zoveel mogelijk deelnemers live aanwezig zijn, zodat bezoekers ook kunnen interacteren met jullie. Hoe werkt dat dan? Nou, we maken een virtuele kamer waar jij de beheerder van wordt en jij in aanwezig kunt zijn. En daar kun jij met één persoon in aanwezig zijn of met meerdere personen, net wat jij wilt.
Bezoekers komen in die kamer en kunnen vervolgens klikken op een van jullie en daar dus interactie mee aangaan. Dat kan via een gewone chat, dat kan via videochat, net hoe jij het wilt. Vervolgens kun je meerdere dingen doen. Je kunt gewoon in gesprek gaan, dus dat gesprek op slot zetten en zo eigenlijk een mini speeddate krijgen. Maar wat je ook zou kunnen doen, is meerdere mensen aan laten haken, dan het gesprek op slot zetten en dan een live rondleiding geven in jouw virtuele tour. Net zoals je in Teams of in Skype content deelt met degene met wie je Teams of Skype, kun je nu ook de tour delen met de mensen die aangesloten zijn en zo een live rondleiding geven en nog meer dingen vertellen dan je achter de hotspots hebt verstopt. Zo heb je echte interactie en zo ga je de interessante kandidaten die die dag voorbij komen ook afvangen en haal je het meeste uit je open bedrijfdag. Vrijdag 26 maart organiseren we dan de gezellige Campquiz. Een beetje ons paard van Troje. Want we willen natuurlijk een heel groot publiek bereiken. En met een vette online quiz gaan we dat publiek bereiken. En hoe gaan we die dan informeren? Nou, die Campquiz die gaat over de Kempen en haar bedrijven. En in de zendtijd van die quiz gaan we ook zeker de deelnemende bedrijven van de Open Bedrijventag laten zien. Ook in de voorbereiding zullen we daar aandacht aan besteden om uiteindelijk een zo groot mogelijk publiek te bereiken. En voor de deelnemers van de Campquiz zelf is het gewoon ook vet om mee te doen. Er zijn mooie prijzen te verdienen dankzij sponsors als Landal en Jumbo. Waarom zou ik deelnemen? Ik denk dat dit jaar als geen ander heeft duidelijk gemaakt dat online de toekomst is. We zaten met z'n allen thuis en online was onze enige informatiebron. Dus als jij als bedrijf daar niet goed vertegenwoordigd bent, als jij daar niet goed zichtbaar en niet goed vindbaar bent, dan loop je achter en dan lopen anderen voor. En dat ga je merken uiteindelijk in je werving, dat ga je merken in je branding. Dus dat willen we voor zijn en daar is dit product zo mooi voor. Je kunt duurzaam investeren in jouw zichtbaarheid. Je kunt ervoor zorgen dat je een tour creëert die je voor langere termijn in kunt zetten. Op je eigen site, op Google, op openbedrijventag.nl. En daarmee bereik je potentieel werkzoekenden, daarmee bereik je potentieel klanten. Daarmee bereik je ook de jeugd, want we hebben ook de scholen benaderd. En die gaan openbedrijventag.nl gebruiken ter oriëntatie voor welke beroepen zouden kunnen doen. Wat voor mooie bedrijven zitten hier in de regio. Dus wil jij daarvan profiteren, wil jij zorgen dat je klaar bent voor de toekomst, dan is dit product, deze dienst en deze samenstelling en met alle rumoer die wij gaan maken om te zorgen dat je ook direct veel verkeer krijgt, dan is dat allemaal een reden om nu deel te nemen. En wat moet jij nou als bedrijf doen als je deelneemt? Nou, wij gaan je natuurlijk optimaal ondersteunen in je deelname. Maar er zijn wat dingen die je zelf moet doen. Ten eerste, als die fotograaf komt voor de 360 graden tour, zorg je dat alles er netjes bij ligt. Of in ieder geval zo netjes dat jij zegt, ja, zo wil ik op die foto. Nou, vervolgens zullen we na moeten gaan denken, welke hotspots komen er waar? En wat ga je daar vertellen in die hotspots? Dus welke content wil je daarin zien? Wil je daar platte tekst die informeert over hetgeen wat de mensen zien? Of wil je daar misschien wel video in zetten of foto? En ook daarin kunnen we ondersteunen, maar wellicht heb je dat zelf al. Dat moeten we even samen in beeld krijgen, maar daarvoor komen we wel langs en gaan we even een plannetje maken om te kijken wat nog nodig is en wat jij daar nog in moet doen. Op 27 maart is het ook de bedoeling dat we zoveel mogelijk deelnemende bedrijven live aanwezig hebben. Dus zorg ook dat minimaal één iemand van jullie de 27e paraat is om achter zijn computer gasten virtueel te ontvangen. En als laatste, vul je je bedrijfspagina op openbedrijventag.nl. Je krijgt daar een inlog voor en vervolgens kun je tekst, foto en video op een eenvoudige wijze toevoegen. En wat gaan wij voor jullie doen? Herrie maken. Wij gaan ervoor zorgen dat iedereen weet dat die Open Bedrijventag eraan zit te komen. En hoe doen we dat? Sandwichboarden, banners, posters, flyers. Ga dan huis aan huis krant naar 70.000 adressen, online campagnes, regionale media, die Campquiz. Alles zetten wij in om te zorgen dat jouw exposure maximaal is als je deelneemt. En naast al dat lawaai zullen we ook gewoon adviserend optreden. We komen naar je toe, we gaan je helpen bij jouw deelname en ondersteunen waar nodig. Wil je deelnemen, dan hebben we een aantal pakketten voor je. Om te beginnen, pakket Small. In pakket Small zitten 5 panoramafoto's, 5 hotspots. Om je een beetje mee te nemen,
Hun eerste foto wordt altijd gemaakt bij het vooraanzicht. Tweede foto in de deuropening. Derde foto ben je binnen. Dus heb je een pakket small, wil dus zeggen dat je eigenlijk binnen, na de binnenkomst, nog twee extra foto's hebt. Dus dit pakket is ook echt voor de kleine ondernemer. Om je kleine ruimte in beeld te brengen, is het pakket small echt wat je nodig hebt. Wat zit er buiten die panoramafoto's en hotspots nog in? Je bedrijfspagina op openbedrijfdag.nl. Het hele jaar lang. En alle algemene promotie die wij gaan doen voor de Open Bedrijvendag zit ook in het pakket inbegrepen. Dan, pakket medium. Pakket medium is een pakket wat net boven small ligt. Daar zitten eigenlijk al dezelfde elementen in. Alleen je hebt 5 panoramafoto's meer en 5 hotspots meer. Dus in totaal 10 foto's, 10 hotspots. En daarmee kan het gemiddelde bedrijf al een heel eind komen. Wil je die pakketten nou wat verder vormgeven, dan hebben we ook nog een aantal add-ons. Daar kom ik zo. Derde pakket is pakket large. En in pakket large heb je eigenlijk nog een aantal componenten zitten die jouw individuele exposure in die campagne vergroten. Dus je hebt weer die 10 foto's, 10 hotspots. Maar daarnaast heb je ook een promo video die we op social gaan boosten. En je hebt de kwartpagina in onze huis en huis. En doordat je dat allemaal in dat ene pakketje stopt, heb je direct wat prijsvoordeel. En wil je dan echt uitpakken, dan is er het XXL pakket. In het XXL pakket zit sowieso een tour op maat. Dus je maakt hem gewoon zoals jij wilt. Maar daarnaast zitten er enorm veel componenten die jouw individuele exposure vergroten. Te denken aan een halve pagina in onze huis en huis. Een social campagne van jouw deelname. Een promovideo, maar ook een tourvideo die je in kunt bouwen in je tour. Uitgelicht worden op de Open Bedrijfdag pagina. En we gaan ook nog reclame voor jou maken tijdens de camperquiz. Dus we gaan er echt voor zorgen dat niemand kan missen dat jij deel bent. Die pakketten die staan niet vast in cement. Die kun je uitbreiden. Aan 10 hotspots en 10 foto's heb jij misschien niet genoeg. Maar het medium pakket voldoet verder qua exposure wel. Nou, dan zou je kunnen kiezen om de add-on van vierkante meters te gebruiken. Dan kun je namelijk foto's en hotspots toevoegen. Dat kan in staffels. Wil je precies zien wat de kosten daarvan zijn, dan verwijs ik je even naar de brochure. Vacatureplaatsingen zijn ook belangrijk. Wij hebben een vacaturesite werkindecamper.nl. Hebben we dagelijks 1300 unieke bezoekers. Wil je ervoor zorgen dat daar jouw vacatures onder de aandacht zijn, maar dat bezoekers op jouw vacature ook rechtstreeks gelinkt worden naar jouw Open Bedrijvendagpagina en andersom, dan kun je tegen voordelige prijzen nu je vacatures ook online plaatsen. Video. In medium of small zitten verder geen videocomponenten. Die kun je wel toevoegen. Te denken aan een promovideo of een tourvideo. Een video die je maakt om te implementeren achter een van je hotspots. En dan kun je als add-on ook social media inzetten. Je kunt denken aan een doorplaatsing naar onze social kanalen. Facebook, Instagram, LinkedIn. Maar ook een campagne behoort tot de mogelijkheden. En last but not least, onze camperquiz. Je kunt nog zendtijd inkopen om tijdens de camperquiz jouw bedrijfsvideo of jouw bedrijfsadvertentie te laten zien. We hebben inmiddels al heel veel toffe deelnemers hier uit de regio. Mooie bedrijven die een kijkje achter hun deur gaan geven. Ben jij na het kijken van deze online infovideo net zo enthousiast als wij over de Digitale Open Bedrijvendag? Neem dan snel contact met ons op.